It is perfect. Everything that we work for is right here, right in this moment. It is just amazing. Beyoncé en Jay-Z reizen de hele wereld over met hun tweede On The Run Tour. Ze doen 18 shows in Europa. En nu is het powerkoppel terug in Amerika om in hun thuisland nog eens 30 shows weg te geven. Dat ze tijdens hun trip door Europa flink genoten hebben en geld hebben uitgegeven, dat blijkt wel uit beelden die opduiken. Ja, en dit is natuurlijk niet zomaar een jacht. Nee, dit is er een waar je meteen opvalt. Oh. You okay? Ah! Julius! Did you get that? Ze dobberen heerlijk in Italië op het schip van maar liefst $200 miljoen. Ook in Nice in Frankrijk chillen de twee. En de Nederlandse Céline is daar gewoon ooggetuige van. We kwamen het restaurant binnen en we zagen Elton John daar in de hoek zitten. En nog geen paar minuten later komt Beyoncé met Jay-Z binnen. Eerst kwamen de bodyguards binnen, maar die waren meteen aan het gillen dat iedereen zijn telefoons weg moest leggen. En dat het echt een probleemmoment was. Want Jay-Z en Beyoncé die kwamen dus eten, ook met haar moeder. Nou, als klap op de vuurpijl kwam Bono ook nog binnen. Nou, nog een kwartier later kwam er een band die muziek speciaal voor Elton John en voor Beyoncé kwam spelen. Hartstikke leuk en iedereen had het heel erg naar zijn zin. Maar helaas geen foto en geen handtekening.